Ik heb schaduw nodig. Help. Ik ga de auto zoeken. Want je moet altijd veel te lang wachten. En ik vind het niet leuk wachten. Ik haat wachten. Ik ben ongeduldig. Ik ben echt aan het doodgaan. Ik wil schaduw. Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb water nodig. Het is vandaag zaterdag en het is de voorlaatste dag. Morgen is het de laatste dag, zondag. En dan vertrekken we 's nachts naar het vliegveld. Heb je dat gehoord? Ah nee, die gaan mijn vak maken. Oh, stop daarmee. Oh, mijn ogen beginnen te kraan. Ik haat mijn neus zo hard, hè. Oh, dat is echt niet normaal. En dat piept in. We gaan nu naar Cartagena. Ik weet niet wat we gaan doen daar. We gaan naar wat, waarom? Oh, ik kan echt niet praten met deze warmte, sorry. Maar we gaan dus naar Cartagena en we gaan daar wat rondlopen. En we zien wel wat daar te doen valt. Morgen weet ik ook niet wat we gaan doen. Sowieso terug inpakken. Ja, we vertrekken 's nachts. Terug naar België dan. Ik heb gehoord dat in België ook nog warmer is dan hier zelfs, 38 graden. Hier is het zo nog in de schaduw 28 graden, in de zon 32. Maar ja, ik zoek schaduw. Dat zouden jullie beter ook doen. Daar is Demi al. Ik zocht schaduw, maar ik vond het niet. Ja mensen, we zijn hier al een keer geweest. Je kan dat zien aan deze foto. Wat heb je gekocht? Ik heb dit gekocht. Het is geen badpak, maar het is iets. Een body. Body, dat dus. Ik heb ook iets gekocht. Ah, flamingo. Mijn nieuwe nachtlamp. Ja, nachtlamp, dat was het. Ik wou al heel lang, maar kijk, ik loop zo'n beetje achter. Ik ken het. Maar we wachten op mensen die een kaartje gaan kopen. Die ze op het einde van de reis gaan sturen. Ja, logica zit er ook niet. Waarschijnlijk als ze thuis zijn, komt het vandaan. Maar het is hier wel heel mooi. Nou, ik weet niet wat dat daar is, maar het is mooi. Het is wel leuk om hier terug te zijn, want wij waren ik was vooral heel klein toen wij hier waren. Ik denk echt dat ik, hoe oud was ik? Ik denk echt 10 jaar of zo. Het is hier verschrikkelijk warm en ik vind de zon niet meer leuk. De zon is hier, oh nee, die man gaat naar mij, nee, die man gaat niet naar mij komen, want ik ben aan het vloggen, dus die gaat niet naar mij komen. Want die houden hier ons allemaal tegen, snap je? Dat is zo typisch Spaans. Dat die onze, ja, je snapt het wel. Ze van, ah, kom hier eten, maar nee, toch niet. Mijn neus irriteert mij. Ik ben de vorige keer geweest. Dat was nou een leuk museum, of niet? In elk stadje van Spanje zijn er al van die kraampjes. We gaan even een foto nadoen. Dat we hier getrokken hebben. Feest. Zo, nu loop ik hier mooi rond. Hè? Ik heb mijn tussen gevonden. Dennis heeft echt iets raar besteld. Frieten met wat is dat? Ham en kaas. Rare shit. Het is 7:15. Nee, is niet waar. Prank. Het is 6:15. We zijn aan het wachten op dat mama terugkomt met het parkeerticketje. Ben jij niet blij dat wij binnenkort naar huis gaan? Ja, ik ben wel een beetje blij als we naar huis gaan. Als ik hier ben. En op de momenten wanneer ik me echt dood verveel of wanneer ik moet wachten,
dan bedenk ik mij allemaal zo van, als ik thuis was, had ik nu bijvoorbeeld gitaar kunnen spelen of had ik dit en had ik dat kunnen doen, snap je? En nu is dat zo van, I don't have nothing here. En als ik mijn longboard wil meenemen, dan is het, nee, je moet dat niet meenemen, want dat is niet handig. Het is hier ook verschrikkelijk warm. Daar zijn eigenlijk nog maar even op nodig. We zijn in China, in de winkel China. Sommigen van jullie weten misschien dat ik super graag wil surfen. Sommigen weten dat niet, maar bij deze weten jullie het niet. En die zijn echt leuke, ik bedoel, surfborden nu ook weer niet, maar ik bedoel, ik heb er thuis eentje in blauw van de Kruidvat. En dat was denk ik 20 euro of 25 euro voor echt voor zo eentje. Maar dan nog kleiner zelfs. En letterlijk, hier kost zo eentje echt letterlijk 10 euro. Hè. Dus je wil niet weten hoe graag ik dat wil meenemen. Het probleem is, dat gaat niet. Want ik kan het niet meenemen op de vlieger natuurlijk. En de auto zit al vol, dus sad life. En hierboven heb je er ook zo, maar die zijn van Isenmal. Ik ga dan misschien een keertje in België met mijn surfplanks naar de zee gaan. Niet dat we daar veel grote golven hebben, maar pff. Weekend draaien. Is dat een paella-pan? Ja. Zo'n grote. Oh my god. Ah ja, oké, kom. We gaan naar de winkel en we gaan die allemaal laten ontploffen. Bruh. We gaan eens eentje testen, maar welke? Welke gaan we testen? We testen. Deze? Ja, dat wordt hem. Ik zit net zo goed. Oké, we gaan nu naar de Aldi, want we hebben eten nodig en we hebben geen eten, dus dat is misschien niet zo handig. Hey. Hoi. Ben je weer? Oh, onder de beentjes door. Hey. Oh, die gaan ons echt missen, man. Goedemorgen, het is de laatste dag vandaag. Het is inpakken tijd, zou ik zeggen. We hebben veel meer mee dan dat wij hier aankwamen. Dus het wordt een beetje puzzelen, denk ik. En die dingen op mijn benen trouwens zijn terug. Ik weet niet hoe of van waar dat komt, want ik ben de laatste tijd niet meer in de zee geweest. Ik zou toch wel graag willen weten wat dat is. Dus ik snap het niet, maar oké. Hoi, vandaag zitten we in de schoen. We zijn in de Decathlon momenteel. En dat is hier echt een reuze Decathlon. Ik ga even mijn surfbordje laten zien. Ik wil dat zo graag. Ja, nog even wachten en even sparen en even oefenen en ja. Wij zijn al eerst. Lang leven de kotzakjes. Ik ben terug thuis. Oh my god, mijn eigen kamer. Even de reden waarom ik niet gefilmd heb vandaag, of niet veel. Ten eerste, we moesten om 3:30 opstaan 's nachts.
En ja, ik moest zo nodig overgeven. Ik voelde me echt super slecht. Nu nog steeds eigenlijk een hele dag voelde ik mij misselijk. En had ik het gevoel dat ik moest overgeven, ook op het vliegtuig. Ik zat er heel de tijd met zakjes, we hebben zelfs zakjes gevraagd. Echt niet normaal, het was echt de ergste vlucht van heel mijn leven. Het duurde ook zo lang, maar dat komt omdat, ja, omdat ik me waarschijnlijk slecht voelde. En alles sloeg zo tegen en ik kon naar Ruiden. Ik miste alles. En ik heb ook bijna de hele dag geslapen. In het vliegtuig heb ik geslapen. Allee, viel ik constant in slaap, maar dan voelde ik mij terug misselijk, dus dan werd ik terug wakker. In de auto heb ik geslapen. Echt, overal waar ik kon slapen, heb ik geslapen. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Dit was de laatste vakantievlog. Allee, het is nog steeds zomervakantie, maar ik bedoel de vakantievlog van de Spanje, ik zal zo zeggen. Wanneer ik dit filmpje maak, is de 30 juli. Vrijdag beginnen de Lokers feesten. Dus dat gaat super tof worden. Bedankt om te kijken naar deze vakantievlogs. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog als je deze vlogs leuk vond. Of deze vlog. Vergeet allemaal zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Je maakt me daar super blij mee. En ja, sorry, maar de wifi daar was super slecht. Dus ik kon de video niet daar plaatsen. Alle sociale media linken staan in de beschrijving, zoals jullie weten. En dan zeg ik... Ik weet nog niet tot wanneer, maar deze week of volgende week komt er sowieso weer een nieuwe video. Dan zie ik jullie dan. Doei!